jullie welkom bij een nieuwe video. Ben je niet liever de mol? Nee, dat is een goede vraag. Subscribe to the YouTube channel en doe je best voor de mol. Hey, palingworst! Je vraagt dit zo om 9:30 ochtends. Want Kim doet het natuurlijk hartstikke leuk. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik de film Brugklas, de tijd van je leven, reviewen. En dinsdag heb ik ook al een video online gezet. Dat was Meet the Cast en Crew. En ik mocht de Q&A leiden, dus vond ik super top. Hebben jullie de video niet gezien, druk dan op het i'tje daar. Nee, daar. Nou ja, ik heb geen idee. Volgens mij zit hij hier zo of zo. Klik daar op het i'tje voor die video, want dat is ook super tof. Nou, Brugklas, de tijd van het leven, is aan aanleiding gemaakt van de serie die al een tijdje op tv draait, namelijk Brugklas. En ik raad je wel aan om die serie te kijken. Hij is super leuk. En zo weet je ook een beetje hoe de personen staan, hoe ze met vrienden staan, relaties. Dus dat is wel heel handig. Maar je kan ook gewoon de film kijken, want hij is super leuk natuurlijk. De hoofdpersonen in deze film, dat vind ik echt eigenlijk gewoon vier. Dat is namelijk Nola, Boy, Jesse en Fenna. Nou, wat handig is om te weten als je deze film gaat kijken, is dat Nola en Jesse verkering hebben. Alleen, dat gaat niet zo goed meer. Nola, tijd om op te staan. Ik ga niet naar school. Je kan niet thuis blijven omdat het uit is met Jesse. Al heel snel in deze film komt Fenna in beeld. Maar Nola en Fenna zijn niet echt de beste vriendinnen. En Nola is al kapot dat het uit is met Jesse. En dan komt er ook nog eens bij dat Fenna een klein oogje heeft. Of laat ik wel zeggen, groot oogje heeft op Jesse. Ik ga natuurlijk geen verkering nemen met de ex van een vriendin van je. Maar gelukkig is Nola geen vriendin. Volgens mij heeft Nola een nieuwe challenge. Elke dag zo gênant mogelijk op Twitter komen. Wat een rotstreek. Volgens mij was het die bot. Nou, er spelen niet alleen brugklassers in deze film, maar ook tweede klassers, net zoals ik. En ik zal er een paar van jullie noemen. Dat is bijvoorbeeld Mae Hollerman, speelt Selma in deze film, maar ook in de serie. En ik denk dat deze toch wel een van de belangrijkste tweede klassers is. Dat is namelijk Boy. En hij heeft een beetje een rebels karakter. Hey. Echt iedereen uit de tweede klas met hem loser, hoor. Dus. Ja. Wel goed krabben, hè? Oh ja, en niet stiekem opeten. Weet je iets over Boy? Hey, wat moet dat? Wegwijzen! De hele school heeft ook een soort van app, dat is Clicker. En hierop worden allemaal grappige en gênante filmpjes gepost. En door een van de redenen komt Nola daar steeds op. En dat is niet altijd op de goede manier. We zijn net buiten en kijk, zie je toevallig tegenkwamen. Nou, het lijkt wel alsof alles tegen Nola is. En daardoor komt ze iets vaker in contact met Boy. En zo leren ze elkaar veel beter kennen. Hey, kom op, naar binnen, stelletje brugmiebers. Is dat een Boy? Die speel je goed. Ik denk serieus dat iedereen jou nog stommer vindt dan mij. Corinne, ja? Kijk eens hoe we doen. Kijk eens hoe we doen. Vraag jou om op te nemen. Waar wil je naartoe? Boy, dit is hartstikke illegaal. Wil je niet? Doei. Boy. De hele brugklas gaat ook in deze film nog op kamp, maar dat geldt niet voor iedereen. En dat betekent dat we op schoolkamp gaan. Dit jaar gaan we naar Drenthe. Nola. Hey. Meekomen. Je zou kunnen beginnen met sorry zeggen. Anders wordt het wel heel moeilijk om jou mee op schoolkamp te nemen. Nou, natuurlijk ga ik deze film ook weer sterren geven. En ik denk dat ik het wel eens ben met de mensen van de vorige video. Want die gaven ze namelijk allemaal 5 sterren. En daarom geef ik deze film ook 5 dikke sterren. Ik vond hem super leuk. Er zit veel humor in. En natuurlijk herken ik ook super veel dingetjes uit mijn eigen brugklas tijd. Zoals kleine pesterijtjes, online grapjes met elkaar uithalen. Dus dat vind ik ook super leuk dat ze dat erin hebben verwerkt. Ik vind ook de titelsong super leuk. Hij heet Mine Girl en ik ben super fan van het liedje. Dus vonden jullie het een leuke video? Ik vond het echt een super leuke film. Geef dan natuurlijk zoveel mogelijk duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en jullie kennen het. Zet een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg! Ja, dan ben ik jouw guy, oh.